Stichting Kaseko heeft gisteren tijdens een filmavond in het NAC-centrum de documentaire Iko, The King of Kaseko, vertoond. De avond was bedoeld om fondsen te werven voor de stichting in aanloop naar de Nationale Dag van de Kaseko, welke gevierd wordt op 13 december, de geboortedag van Lieve Hugo. De stichting organiseert diverse activiteiten, voornamelijk om bewustwording over de Kaseko te creëren. Meriel Tellecht-Pokorny, commissaris van de stichting, zegt dat Kaseko behouden moet worden voor het nageslacht, omdat het een Surinaams ding is. Het moet daarom als erfgoed bewaard worden. Dit jaar zal er daarom bijzondere aandacht besteed worden aan het werk dat Lieve Hugo heeft verzet voor deze muziekstijl. De stichting Kaseko zal op 13 december een gedenksteen van Lieve Hugo onthullen en zal samen met Rose Eternal Media het Fostin Vissa organiseren. Tellecht-Pokorny zegt dat een ieder vrij is in aanloop naar die dag en op de dag zelf Kaseko-activiteiten te organiseren. Ze benadrukt dat Kaseko niet iets is voor de stichting alleen, maar voor heel Suriname, ook de Surinamers buiten Suriname. Na 13 december gaan we door met onze activiteiten, de stichting. Omdat we eigenlijk, het doel van de stichting is dat we gaan naar UNESCO. We gaan naar Kaseko brengen op de werelderfgoedlijst. En dat is een traject dat wel tijd in beslag neemt. Er moet onderzoek gedaan worden, dingen moeten vastgelegd worden, mensen moeten benaderd worden. Dus het is een heel traject. Maar los daarvan zullen wij ook nog blijven activiteiten organiseren om de Kaseko te laten groeien en bloeien in Suriname en meer bekendheid eraan te geven dan het nu is. Kaseko-kenner Rudy Spa vindt het belangrijk dat Surinamers weten dat we een muziekvorm hebben waarop we trots mogen zijn. Ook zangeres Lucretia Muringen, die met Kaseko is opgegroeid, is die mening toegedaan. Zoals je die salsa hebt van Latin en die calypso, hebben wij hier Kaseko. En op hoogtijdmomenten zoals oudejaars evenementen, dat weet je, dan gaat iedereen los. Al heb je het hele jaar niet gedanst, maar op die dag gaat iedereen los. Als je nou wit bent of zwart of grijs, je gaat los op Kaseko te triggeren. Ik zei in een lezing, hè, ik had voor de Stichting Fiti Fuini een lezing over de invloed van Kaseko op Afro-Surinamers gehouden. Toen zei ik, als Kaseko-muziek gespeeld wordt en je zit als een stijve pop, moet je naar de dochter gaan. Isiki. Kaseko is iets van ons, is onze route, is wat we allemaal verstaan als het gezongen wordt. En voor mij is het losgaan, helemaal losgaan. Dus ja, het is altijd prettig. Ik, als ik jarig ben, wil ik altijd dat er een biggie poko gedraaid moet worden. Het moet anders dan feest. Nee, wakker. Dus ja. En voor Suriname natuurlijk. Ik denk, iedereen moet van Kaseko houden. Het is echt iets van ons. Naar ons Ranasani, naar ons Kuturu Sani. Rudy Spa gelooft dat met het uitroepen van 13 december tot de Nationale Dag van Kaseko, de Kaseko nu booming is. Stichting Kaseko heeft in aanloop naar 13 december een Facebook-challenge, Mi Canto Mi Senaboy, waarbij muzikanten, maar ook mensen die goed kunnen zingen, de eerste strofe van een van de twee liederen mogen zingen en kunnen opsturen naar de stichting.